we gaan door. We gaan door. We zijn gewoon door. Yo, welkom bij dit kanaal bij de Sweet Game Family. Op dit kanaal gaan we namelijk video's opnemen van Saar, Janna en ik. En we gaan gewoon lekker meteen beginnen. En het is, we gaan dus op dit kanaal gaan we dus lekker game video's opnemen. En we hopen natuurlijk dat jullie het allemaal heel leuk gaan vinden en zo. Maar dus als je het leuk vindt, geef dan zeker een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal onder deze video. En laten we nou snel beginnen. We gaan proberen natuurlijk een potje Fall Guys te winnen. En als dat natuurlijk lukt, dat zou heel mooi zijn. Want dat is gewoon heel leuk om te doen. Oh, dat is Cosmic Highway. Oké, ja. Als we deze doorgaan, gaan we door dus naar de volgende ronde. Als je nog niet weet wat Fall Guys is. En Fall Guys is meer, als je doorgaat, als je kwalificeert dat je over de finishlijn gaat. Of dat je overleeft. Dan ga je door naar een volgende ronde. En telkens kom je een ronde dichter bij de finale. En als je de finale wint, dan heb je gewonnen. En als je dan de finale, dan krijg je ook een kroontje en zo. En je gaat natuurlijk voor zoveel mogelijk kroontjes. En ik heb een hele mooie skin. Dat is een ananas met een beanbot onderkant. Dat is wel mooi, hè. Ik vind het wel grappig, want als je de beanbot onderkant hebt, die kan je pas krijgen als je een bepaald aantal kroontjes hebt. En ik heb die al gehaald. Maar nu is de skin nog niet ingeladen, dus nu zie je een roze skin. Dus ja, dat is niet heel bijzonder, maar oké. Okay, ja, die laat straks wel in en dan kunnen we even kijken. Okay, oh, hun gaan allemaal met de teleporteerstraal. Oh ja, die zijn er natuurlijk ook. Oké, we staan. Mijn skin is denk ik. Ja, kijk. Mijn skin is nu ingeladen. Oh, ik val naar beneden. Oh nee. We moeten wel doorgaan. Dus ik ga heel erg mijn best doen. Oh shit. Oh, ik val weer. Oh, chips. Ik val weer. Dus we gaan. Nu gaan we even voorzichtiger doen. Gewoon springduik. En dan gaan we proberen door te gooien. Er is nu al iemand gekwalificeerd. Oh, ik loop een beetje achter. Dit gaat niet zo lekker. Maar we gaan echt ons best doen. Dus. Oh nee, ja, ik sprong net te vroeg. Ah, dat is niet zo handig. Oké, okay, we springen eventjes in deze portal. Dan spannen we helemaal daar. Dan spannen we gewoon eentje verder. Dat is echt veel handiger. Die moest ik net ook nemen. Oké, okay, we zijn bijna bij de finish. De finish is daar. Er kunnen nog 17 mensen door. Dus ook bijna. Ja, 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 ja. Ja, we zijn door. We hebben het gehaald. Let's go. Dus er kunnen 28 mensen door. Dus per ronde gaat er een bepaald aantal mensen door. En nu zit ik daar dus bij. En dan gaan we door naar de volgende ronde. Gaan we kijken of we die ook kunnen kwalificeren. Er vallen er 12 af. Oh nee, 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 11. 11 wel. Of wel, oh nee, wel 12. Wel 12. Ja, het gaat best wel goed, dus ik hoop natuurlijk dat we kunnen winnen. En als we winnen, dan zijn we natuurlijk super blij. Want we willen natuurlijk heel graag nog een keer winnen. En dit is de eerste video, dus het zou zo mooi zijn als we gaan winnen. Oh, dit is Block Party. De Block Party, ja, dat moet wel lukken, denk ik. Dat is wel een moeilijke af en toe, maar er gaan altijd wel veel mensen af. Dus ik hoop dat het nu ook zo is en dat ik dan bij die laatste paar zit. Ja, nu is het. Dit is meer zo'n survival map. Dus nu moet je overleven. Dus het is niet dat je moet racen, maar overleven. Want er komen allemaal blokken naar je toe en die moet je dan ontwijken. Oké. En misschien kunnen we ook nog iemand vasthouden. Iemand gaan grabben en dat hij dan valt. Dat is altijd heel leuk. Gaan we zo aan de zijkant staan. Oh shit. Oh, shit. Oké, we zitten best wel lekker nu. En dit is volgens mij wel de makkelijke. Want je hebt twee versies. En volgens mij is dit nu wel de makkelijke. Maar ja, dat maakt niet uit. Het is dit is wel de makkelijke. Maar we gaan proberen iemand te grabben. Oei. Ja, dus volgens mij gaan er wel. Oh nee, er is niemand afgegaan. Ah, helaas. We gaan gewoon een beetje proberen mensen vast te houden. En dat ze dan. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Oh. Ah, nee, ik ben af. Nee, ik ben af. Oh, dat was niet zo slim. Oh, nou, we gaan snel even lieven. En dan gaan we nog een potje spelen. En dan gaan we proberen wel echt te winnen. Dit keer, ik nam echt veel te veel risico. Dus de volgende keer ga ik proberen iets minder risico te nemen. En dan proberen wel te winnen. Dus we gaan heel erg ons best doen het volgende potje. Oké, we gaan meteen weer gewoon een potje starten. En we zien wel waar we komen. Oké, we zijn het potje gestart.
En we moeten even wachten totdat we een match hebben gevonden. Waar we... welke dat we in een match kunnen. Kijken. Ja, we hebben een match gevonden, maar we moeten nog heel veel wachten. Er staat onderin staat dat 2-3 seconden. En dan zitten met 39 mensen in de map. Ja, dat is op zich wel fijn, want dat zijn er best wel weinig. Dus dan heb je wel extra veel kans om te winnen weer. En we gaan natuurlijk weer echt ons best doen, dus. De Whirly Gig. Oké, ja, deze moeten we wel... Deze is wel... dit is een Season 1 een map. En ja, deze lukt me altijd wel om te kwalificeren. En af en toe, dan lukt het ook heel niet. Dan lukt het niet, maar meestal gaat het wel goed. Oké, we gaan... we staan op de derde rij. De skin is nog niet ingeladen, maar dat maakt niet uit. En de finale is altijd wel de leukste map. Dus we hopen natuurlijk dat we die gaan halen. En dat we dan ook nog winnen. Dat zou echt top zijn. Oh, ik had de boost. Ik sta een beetje vooraan. De top 5 of zo. Oké, ik sta in de top 4. Oké. We gaan lekker. Oké, we gaan goed. Oké. Gaan we nu rennen. We gaan proberen de midden. Het midden is altijd wel het moeilijkst. Maar je moet altijd net duiken. Ah nee, ik heb niet gered. Maar ja, deze kans ook prima dus. Even wachten. Oh nee. Oei. Ah nee, dat is heel stom. Ik was gevallen. Oké, we gaan proberen iemand te grabben. Oh nee. Oh nee. Oh, het lukt niet. Oh, het gaat niet zo goed. Ik moet even inkomen, maar... Oh, ga ik nog wel door? Oei, ik ga de hele tijd bijna dood. Nee, ik ben niet meer door. Ik ben niet door. Ik ben gewoon weer niet door. Ah, dat is zo jammer. Ah, we gaan gewoon nog een keer proberen. En we zien wel wat... we hopen dan nu dit potje wel echt heel goed te doen. Want we moeten wel eventjes... Even één keer goed spelen. Want als we dan goed spelen, dan kunnen we wel gewoon weer lekker... Dan zijn we lekker een beetje in de finale. En dan hebben we ook nog een kans om te winnen. Dus we gaan snel een nieuw potje starten. En we gaan kijken of we nog kunnen winnen. En play. Nu gaan we echt heel erg ons best doen. Nu ga ik echt gewoon helemaal... ik ga echt mijn uiterste best doen nu. Dus... Moeten 60 players moeten er eigenlijk in een match, maar niet zijn het altijd 60. Het zijn er niet altijd 60, dus... Maar het zijn er meestal... er moeten er volgens mij wel minimaal ongeveer 40 in, maar... Voor de rest... Kijk, nu zitten we weer met 39. Oh, dit is wel een moeilijkere map. Dat komt door die teleport dingen. Door die teleportstralen. Alleen, dan word je altijd teruggespand, soort van. Dus als je dan in zo'n teleport ding en je hebt een fout, dan ga je door de... dan word je teruggeteleporteerd. Maar we gaan even ons best doen, dus... Kijk, het ziet er heel apart uit. Het lijkt eigenlijk helemaal niet meer op de oude van Season 1. Dus het lijkt er gewoon niet meer op. Hij is heel anders geworden. Oké, ik span helemaal rechts. Oké. Rennen. Even kijken, want... Oh, nee. Ja, oh, wacht. Dat is wel de goeie. Oké, we gaan naar deze. Kijk, en dan word je aan de andere kant van het ding word je dan gespand. Oh ja, deze zit, ja. Rennen. Ja, dit is hem. Ja. Ja, dit is hem ook. Zo, deze ananas, die doet het wel goed. Ja, ik had hem ook goed. Het is denk ik de recht. Ja, dat is hem. En we gaan door, we zijn gewoon door. De twee ananassen als eerste en tweede. Ja. We hebben het gered, we zijn door naar de volgende ronde. Oké, we zaten in de top 20, ja. We waren net niet eerste, maar ja, maakt niet uit. Ja, ik sta nu een beetje onderin. Ja, ik sta helemaal onderin. En dan,
zesde rij, volgens mij. Ja, de zesde rij. Welke map gaat het worden? Oh nee, oh ja, oké, okay, deze. Ah, deze is heel moeilijk, dus ik vind deze, dit is niet altijd mijn beste map. Dus nu ga ik echt heel erg mijn best doen, want de laatste keer dat ik deze heb gedaan, was ik afgegaan. En de laatste twee keer dat ik dat gedaan, was ik ook afgegaan. Dus we gaan echt ons best doen en we hopen natuurlijk dat we doorgaan. Ik heb wel een soort van tactiek, want ik ga, als zo'n straal gaat schieten, dan ga je daarop staan. En dan wordt je om... Oh nee, ja, nu was ik net niet gehit, maar... Oh nee. Schiet ze dan omhoog? Ja, kijk, dan ga ik zo. Dan ga ik één keer bounce op dat ding en daarna ga ik wachten. Dan ga ik zo lopen en dan ga ik... Oh, chips. Schiet ze dan omhoog. Ah nee, ik was er niet omhoog geschoten. Oh nee. Zo. Ja, nu gaan we op zich wel goed. Dus nu kijken of we nog kunnen kwalificeren. Kijk, gaan we weer omhoog. Gaan we één keer bouncen en dan gaan we weer terug. Oh nee. In de teleporteerschaal. Of gewoon nog in het veld. Ja. Nog 30 seconden. Kom op, Bram. Oh nee, ik ben gevallen. Nee, er zit een dier achter, man. Nee. Dit vind ik niet fijn. Ja, in de teleporteerstraal en naar de andere kant. Nog 10 seconden. Kom op, nee. Oh nee, ik zit in 3. Oh, ik werd er ze alle drie geraakt. Ja, volgens mij heb ik het gewoon gered. Nee. Alsjeblieft, nee, niet nu. Ja. Heb ik het nou gered? Ja, ik heb het gered. Oh, dit is zo fijn. De vorige keer had ik het niet gered. Dus nu ben ik echt heel blij dat we door zijn. En we zijn door naar de volgende ronde. Dus we gaan lekker door en we gaan kijken wat de volgende map is. Oh, er zijn heel veel af. Er zijn er nog maar 9. Oh, dat is wel heel fijn. Want ik zit daar nog lekker bij. En dan zitten we met zes. Dan gaan we steeds sneller naar de finale. Oké. Okay. Oh, deze. Oei, deze vind ik altijd wel moeilijk. Maar we gaan het wel. We zitten in de finale en we gaan het gewoon proberen. Ik ga kijken of ik misschien nog kunnen winnen. En als dat niet lukt, ja, maakt ook niet uit. Maar we gaan wel echt ons best doen. Ah, je moet. Dit is, ik ga nooit door de teleporteerstraal, omdat ik die altijd wel heel lastig vind. Omdat je dan. Is het ook wel echt lastiger. Dus we gaan het wel. Die teleporteerstralen die gebruik ik eigenlijk nooit. Want die zijn gewoon. En het maakt het moeilijker. En af en toe val je ook gewoon dan in een gat. Waar dan al zo. Want je komt dan uit bij de anderen. En als er dan al een gat zit, dan val je in het gat. En dat. Ja. Dan ben je dood. En dan. Ja. Dat hebben we natuurlijk liever niet. Want we willen natuurlijk winnen. Dus we gaan echt ons best doen. Kijk, er zijn er nog 0 af. Dat zie je rechtsboven. Oh ja, er zijn nu al 2 af. Dat is mooi. Er zitten steeds minder mensen. En ze spannen allemaal terug. Dat is bij deze map. Dan spannen ze allemaal weer terug. Dus ja. Springduik, ja. Goed zo. Toppie. We gaan gewoon even dit pad volgen waar deze natuurlijk is geweest. Zo. Toppie. Oh, kan ik ergens heen? Ja, toppie. Oh ja, het spant allemaal weer terug. Kijk, en nu kan ik gewoon dit pad even volgen. Ja, en dan ben ik weer terug. Hoppatee. Ja, oh, de ruimte wordt steeds kleiner. Want die lijn die er omheen staat, die komt steeds dichterbij. En die teleporteerstraal die vind ik wel vervelend. Want als je niet door zo'n teleporteerstraal gaat, dan is het wel de kans groot dat je valt. Dus, en dat willen we. Wij willen natuurlijk niet vallen. Oh nee. Ja. Oh, ik leef nog. Nee. Ah, kijk, dat bedoelde ik met die straal. Als je dan valt, dan val je waarschijnlijk in het gat. Ja. Ja, het is helaas niet gelukt. Maar we gaan nog heel veel kijken bij de skins. Zo, outfits. Dit zijn de bovenkanten. En die zijn altijd wel het leukste om aan te doen. Want die zie je ook altijd wel het best. Kijk, ik heb hier allemaal Among Us. Een soort kat of zo-achtig wolf.
indiaanachtig iets, een ridder, een, ja, hoe heet dat, ja, zo'n soort een kogel, zo'n soort stenen beeld met die handschoenen, krokodil, walrus. Ik weet, oh, dit is een vis, een draak, nog een vis volgens mij, ja, nog vis, een propellerachtig iets, lama, een viking. Ja, dit is een soort, ja, ik weet niet precies wat het is, een soort, lijkt op een soort grappige vis of zo, een alien, ja, iets op je rug, een elf, een dwerg. Dit is een soort draakachtig. Dit is een eihoofd. Dit is een langhoofd of zo. Ja, een held. Een kip. Een ijs. Een ijsje. Een maskerachtig. Een hotdog. Een clown. Een rups. Nog een paar rupsachtig delen. Nog een draak. Eend. En aapje. Nog een aap. Ninja. Poes. Hamburger. Ananas, vogel, krokodil, een dinosaurus, een walrus, allemaal nog meer heel veel leuke. En een sneeuwpop, een haai, nog Sonic, een voetballer of zo, lijkt het een alien, tomaat, dinosaurus. Ja, het zijn heel veel leuke skins. En jullie kunnen dan ook bepalen welke skin ik dan aan moet doen. Want het zijn heel veel leuke skins. En jullie die kunnen dan ook in de comments zeggen welke skin ik aan moet doen. En vond je deze video leuk? Nou leuk, geef nou een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal om deze video. Doei!